Vrouwen moeten meer belicht worden in de media. Dat is het streven van het Global Media Monitoring Project Suriname, GMMP. Reeds in 2015 is er een onderzoek gedaan naar zichtbaarheid van vrouwen in de media. Toen was de conclusie dat slechts 23% vrouwen door mediahuizen worden belicht. Om de persinstituten in Suriname te helpen de gap in de zichtbaarheid tussen mannen en vrouwen in de media te vernauwen en betere resultaten te behalen bij het volgende project in 2020, is er een Gender Media Code ontwikkeld? Deze code bevat richtlijnen voor een evenwichtige presentatie van mannen en vrouwen. In de periode van 2 juli tot en met 15 augustus 2018 zal het GMMP-team in Suriname mediahuizen benaderen om deze code op te tekenen in hun beleid. Wie dit succesvol doet, krijgt een Gender Media Award. De coördinator van GMMP Suriname, Sandra Klenem, Vertelt waarom vrouwen beter zichtbaar moeten zijn. Je moet kijken naar die hele samenleving. Als je kijkt naar hoeveel vrouwen wonen er in Suriname, als je gaat kijken naar de cijfers, dan is het niet zo dat, er, maar dat het is 75 of 25 procent. Eigenlijk die samenleving, dus wat je weergeeft. Op, uh, via de media. Dat moet toch wel een weerspiegeling zijn van wat er in die samenleving uh, leeft. Maar als je steeds eenzijdig, bijvoorbeeld, wat we hebben gemerkt, is dat bijvoorbeeld als het gaat om economische items, dat men snel naartoe grijpt om mannen te interviewen. Maar vrouwen hebben ook iets te zeggen daarover. Waarom worden vrouwen daarbij niet betrokken? Dus het is heel erg belangrijk dat um, ook een. Uh, het onderzoek tenminste of tenminste de media een weergave moet zijn van wat zich allemaal afspeelt in die daadwerkelijke samenleving. En uh, dat willen we gaan pushen. We willen eigenlijk de aandacht van alle mediahuizen hebben op het uh, belang van een gendergelijkheid. Klenen beamt dat het een uitdaging is vrouwen zichtbaarder te maken. Dit heeft te maken met culturen en tradities en het feit dat vrouwen vaker worden gelinkt met zachte onderwerpen en mannen met harde. Echter wijzen met nadruk op de vooruitgang die vrouwen hebben geboekt. Vrouwen worden steeds vaker gezien in niet-traditionele beroepen. Klenem vertelt meer over de Gender Media Code. Het is um, eigenlijk een beetje simpel afgezet waarbij er afspraken worden gemaakt. Um, in de code um, wordt een nadruk gelegd op wat gender is. Doch, dus dat men goed gaat opnemen, uh, de mediahuizen gaan opnemen wat gender is. Wat zijn de verwachtingen? Zeker als het gaat om wat doe je en wat doe je niet. Uh, wat is ethisch om op te nemen uh, in een programma? Uh, uh, waarmee moet je rekening houden? Zeker als het gaat om meisjes, als het gaat om vrouwen, maar ook als het gaat om jongens en mannen. Um, wat is belangrijk om mee te nemen in je nieuwsitem en wat moet je een beetje de, de erbuiten laten? Um, dus dat zijn eigenlijk globaal de zaken die worden besproken in de code. Sandra Kleinem, coördinator van het Global Media Monitoring Project in Suriname. Dit project wordt niet alleen in Suriname, maar ook in de regio uitgevoerd.